De kernwoorden bij passend onderwijs. Gelijkheid. Groeien. Eerlijkheid. Ondersteunen. Samenwerken. Communicatie. Creativiteit. Luisteren. Vertrouwen. Individu. Kansen. Begeleiden. Maar wat doet de mentor dan eigenlijk? Als ik denk aan mentorschap, denk ik aan vertrouwen en communicatie. Ik heb persoonlijk geen ervaring met het mentorschap, maar ik ben ervan overtuigd dat het mentorschap bepaalde competenties eist. Zoals integriteit, creativiteit, flexibiliteit, zelfinzicht hebben, stressbestendig zijn en een leerling op zijn gemak kunnen stellen. Naast het feit dat een mentor een vertrouwensband dient te creëren met zijn of haar leerling, vind ik het ook belangrijk dat als je als mentor zijnde op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in de desbetreffende school waar je werkt, maar ook over het onderwijs. Ik vind het belangrijk om oog te houden op de kwaliteit van de zorgverlening en contact te houden met zorgverleners en hulpverleners in het zorgteam. Een ander belangrijk gegeven vind ik het maken van afspraken en hierbij de gang van zaken te bewaken en regelmatig contact te houden met de leerlingen. Als mentor is het belangrijk om een bepaalde vertrouwensband te vormen met jouw klas, jouw leerlingen. Je bent tenslotte dé persoon in school die het dichtst bij je leerlingen komt te staan. Je zult namelijk veel contact met de leerlingen hebben, maar ook met hun ouders. Het is hierom belangrijk dat de leerlingen weten dat ze jou kunnen vertrouwen. Als mentor moet je constant de ontwikkeling van jouw leerlingen individueel in de gaten houden. Je bent als mentor constant bezig met de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling en het scheppen van een veilig leerklimaat. Je hebt gesprekken met collega's die jouw klas lesgeven en je kunt tips geven aan je collega's en ontvangen. Ook is het belangrijk om als mentor de leerling te stimuleren, te motiveren en aan te moedigen. Het is belangrijk om als mentor verschillende leer- en of gedragsproblemen te signaleren en weten hoe je er mee om moet gaan. Het belangrijkste vind ik dat je als je mentor klaarstaat voor je leerlingen. Dat zij alles bij jou kwijt kunnen en dat jij naar ze luistert. Dat je echt luistert. Dat de leerlingen echt iemand hebben gevonden waar ze hun ei bij kwijt kunnen. En die ze vertrouwen. Mijn visie op het mentoraat. Als mentor heb ik zelf geen ervaring, maar ik kan me wel goed inbeelden wat de taak van een mentor zou zijn. Zo is het vooral belangrijk dat de leerlingen een veilig leerklimaat hebben en dus is een veilige sfeer erg belangrijk. Hierdoor zullen de leerlingen zich meer op hun gemak voelen en dus kunnen ze zich beter presteren en hoeven ze niet bang te zijn om fouten te maken. Als mentor zou ik duidelijk regels opstellen en die ook met de andere docenten delen. Zo weten de leerlingen altijd waar ze aan toe zijn en wat er van hun wordt verwacht. Hiernaast is ook een vertrouwensband erg belangrijk. De leerlingen moeten je kunnen vertrouwen om hun problemen of hun vervelende ervaringen met jou te delen. Je bent namelijk het aanspreekpunt van een klas en de leerlingen moeten zich ook veilig voelen en jou vertrouwen. Als mentor is het belangrijk om te luisteren en met de leerling naar een oplossing te zoeken. Kortom, als mentor zorg je ervoor dat alle leerlingen zich begrepen en veilig voelen en zo effectief mogelijk zichzelf kunnen ontwikkelen. Mijn visie op het mentorschap is dat je ten eerste altijd klaar moet staan voor je leerlingen. Of het nou dag is of nacht is, je moet bereikbaar zijn voor je leerlingen en er echt voor ze zijn. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je de leerresultaten monitort en dat je hier ook over in gesprek gaat met andere docenten. Je bent eigenlijk het contactpersoon tussen de leerling en de rest van de docenten. Maar je bent ook het aanspreekpunt voor ouders. Alles wat ouders vinden of als er iets is met de leerling, dan bespreek je ook met de ouders. Dus dat is een belangrijk punt wat ook bij het mentorschap hoort. Daarnaast moet je respect hebben en ook tonen aan de leerling voor het ik van de leerling zelf. Wie is de leerling en je moet daar goed mee om kunnen gaan. Je moet te vertrouwen zijn, je moet een relatie aan willen gaan. En ja, je bent ook nog eigenlijk belangrijk in de keuzebegeleiding van de leerling. Wat gaat hij kiezen later, wat hij wil gaan doen, wat wil hij bereiken, maar ook op persoonlijke vlakken. Heb je de juiste vrienden, ben je op het juiste pad, et cetera. Je moet de leerlingen durven aan te spreken, het gedrag, maar je moet ze ook de ruimte geven om ze af en toe fouten te laten maken. Wat hebben we dan geleerd tijdens deze minor? Wat ik het meest geleerd heb van deze minor is denk ik vooral dat ik nu wat meer bewust ben van de verschillende aandoeningen en leerstoornissen en die categorie
van problemen wat meer op de hoogte van ben. Sowieso voor door het onderzoek dat wij gedaan hebben naar dyslexie, waar ik toch wel veel meer inzicht heb gekregen in wat kunnen we ermee. Ja. En ik kijk dus ook echt uit naar de onderzoeken van de anderen. En ik wil ook eigenlijk bij al die presentaties zijn om ook over dat onderwerp, andere onderwerpen, ook wat meer inzicht te krijgen. Omdat het ontzettend breed is natuurlijk. Ja, wat ik gewoon heel erg pijn vind aan deze minor is omdat ik gewoon nog heel weinig ervaring heb als mentor. Ik ben nog nooit een mentor geweest. Waar die gesprekstechnieken, dat we echt in groepjes die gesprekstechnieken gingen oefenen. En dat er ontzettend veel manieren, verschillende manieren zijn om een leerling aan te spreken. Slecht nieuwsgesprek, hè, hoe pak je dat aan? En dat was voor mij, gaf voor mij gewoon ontzettend veel inzicht. Ja, je denkt ook wel mee eens inderdaad. Je denkt heel snel van, dat kan ik wel. Maar als je eigenlijk zo'n theorie erbij pakt, dan denk je, oh ja, dit had ik eigenlijk nooit zo bekeken. Ja, ik krijg echt verschillende handvatten aangereikt van, weet je, hoe zet je zo'n gesprek op? En vooral, wat is er belangrijk tijdens zo'n gesprek? Ik denk dat ook heel erg. Wat ik vond ook daarin heel fijn, dat we met veel met elkaar aan het praten waren. Zoals dat we ook het ene meisje, ik ben even de naam kwijt, maar die gaf toen ook de tip van als je iemand aanraakt, kun je het soms beter met de buitenkant van je hand doen dan met de binnenkant van je hand. Je leert zoveel van precies, elkaar. En juist omdat je met elkaar deelt, kom je achter dat soort dingen die je anders nooit had geweten. En dat is heel fijn aan deze minor. Ja, wat ik een erg fijne tool vond om te leren, is de 11 stappen van Mission Passport. Dat je gewoon op verschillende manieren eigenlijk ontdekt hoe het kind in elkaar zit en hoe je deze gepast kan helpen in elke situatie. Ja. Heb je die vaak toegepast al? Dan... Ik doe mijn best, maar ik ben het mezelf nog aan het aanleren, dus daar gaat even overheen. Maar het is wel heel fijn dat je die handvatten en niet alleen met de 11 stappen van Mission Passport, maar ook met andere dingen die we hebben geleerd. Dat vind ik wel echt heel fijn. Je kan het eigenlijk direct vanuit de theorie toepassen in de praktijk. Ja, dat is wel eens. Ik ben ook wel, deze minor heeft me gewoon heel erg bewust gemaakt van het feit dat er gewoon heel veel verschillende leer- en gedragsproblemen zijn. Waar ik eigenlijk nog nooit over na gedacht had eerlijk gezegd. Dus ik ben blij dat ik deze minor gevolgd heb. En vooral ook het tweede deel, de specialisatie, dat ik heb gekozen voor het mentoraat. Omdat ik nog nooit mentor ben geweest, net zoals Juliette. En dat ik wel blij ben dat ik deze gekozen heb, omdat ik nu veel... bewuster ben geworden van het feit dat je als mentor ook veel meer dingen moet doen dan alleen docent zijn. Ja, precies. Ja, en het verschil in mensen. Ja. Want ik ben ook wel in de laatste, of in dit half jaar van het voorbereiden van lessen en mijn lesjes afdraaien, ook wel echt naar het persoonlijke van de leerling kijken. Ja, precies. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ja, dat is wel grappig om te zitten. Wat maakt jullie eigenlijk een goede docent? En hoe kijken jullie tegen het docentschap aan? Jongeren brengen veel tijd door in het onderwijs. Daarom vind ik het belangrijk om voor een goede basis te zorgen. Een goede basis bestaat uit betrokkenheid. Een van mijn doelen is leerlingen naar een zo hoog mogelijk niveau te begeleiden. Het is belangrijk dat een leerling zich ontwikkelt in het onderwijs. Hiervoor zal je voor verbinding moeten zorgen. Ik vind het belangrijk dat de leerling zichzelf leert kennen door middel van zelfsturing en verantwoordelijkheid. Uiteraard in een veilige leeromgeving. Hierbij is het essentieel om tijd te steken in het ontwikkelen van een band. Je bent een groep mensen met een gezamenlijk doel, namelijk leren. Een positief leerklimaat speelt hierbij een belangrijke rol. En als docent zijnde ben je hier verantwoordelijk voor. Als docent geef je les aan leerlingen, pubers, adolescenten over een bepaald onderwerp wat bij jouw vak hoort. Zo ben ik bijvoorbeeld docent Frans en probeer ik mijn leerlingen deze taal aan te leren. Toch is dat niet het enige wat onder het docentschap hoort. Vakkennis is belangrijk, maar de andere kant van docent zijn ook. Je bent tenslotte docent van leerlingen, pubers, adolescenten tussen de 12 en de 16 jaar. Dat betekent dat zij nog in de bloei van hun leven zitten. Deze leerlingen groeien nog en jij kunt daarbij jouw steentje bijdragen. Het is namelijk belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Fouten durven te maken en dat zij zich op hun gemak voelen. Dat zij geen stress of druk ervaren en dat zij weten dat het niet erg is als het niet in één keer lukt, maar dat er een proces voor nodig is. Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in het klaslokaal. Dat je als docent weet wat er speelt en dat je als docent het niet negeert. Je moet weten wat er speelt tussen de leerlingen en het niet negeren. Geef duidelijk aan waar je grenzen liggen en wees consequent. Maak regels met of zonder je leerlingen en hou je daaraan. Zo weten de leerlingen waar je grenzen liggen. En zo gaan ze je geloven. Ze gaan je een eerlijk persoon vinden en ze weten dat je je aan je beloftes kunt houden.
Ook vind ik het belangrijk dat je als docent je ervaringen positief of negatief deelt met je collega's. Dat je van elkaar leert en dat je je laat inspireren. En visie op docentschap is dat ik het belangrijk vind om elke leerling zo effectief mogelijk en op een fijne manier te begeleiden in zijn schoolperiode. Ook vind ik het belangrijk om de leerlingen te leren over zelfontplooiing en talentontwikkeling die ze nodig hebben in hun verdere vervolgopleidingen. Ook is een veilig leerklimaat erg belangrijk en dus een goede groepscohesie. Samenwerkend leren zorgt ervoor dat iedereen sociale ontwikkelingen kan doormaken. En die hebben ze ook nodig in het verdere leven. Kortom, alle leerlingen moeten zich veilig voelen en kunnen genieten van hun schoolperiode. Terwijl ze ook de nodige kennis opdoen die ze nodig hebben voor een vervolgopleiding. Mijn visie op docentschap. Ik vind dat je als docent bezig moet zijn met de kwaliteit van de leerling. Dat je moet zorgen dat de leerling altijd een hoger doel gaat behalen. En dat je daarbij rekening houdt met de kansen en de mogelijkheden die de omgeving bieden aan de leerling. Daarbij is het belangrijk om samen met de leerling een verbinding te maken. Dat je een band aangaat met de leerling. Dat je de leerling ook echt kent. En dat het dus niet alleen gaat om vakkennis. Maar dat het ook gaat om gewoon die sociaal-emotionele binding. Daarbij is het heel belangrijk om jezelf te blijven als docent. Als je als docent een masker opzet, dan prikken de leerlingen daar dwars doorheen. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn voor de klas. Hou je het zelf langer vol en wordt het uiteindelijk ook leuker met de leerlingen. Ik vind wel dat het voor leerlingen belangrijk is om dat ze zichzelf kunnen sturen en dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben. En jij als docent bent eigenlijk de spil om te zorgen dat zij dat gaan leren. Dus in leerjaar 1 krijgen ze een klein beetje verantwoordelijkheid en in een examenjaar hebben ze veel meer verantwoordelijkheid dan in het begin. En jij moet het de leerlingen ook leren. Wat is nou het allerbelangrijkste volgens jullie wat je terugziet bij passend onderwijs? En zijn er nog dingen waar jullie tegenaan lopen tijdens het passend onderwijs? Welkom bij Passend Onderwijs draait door. Vandaag een nieuwe aflevering over passend onderwijs, samen met Renske de Ronde, Juliette Hoogteiling en Saskia de Jong. Ik ben Nina van Rijswijk en dit is passend onderwijs, goed of niet goed. Ja, ik denk dat een belangrijk gegeven in passend onderwijs is, een belangrijk gegeven, iets waar ik zelf altijd erg tegenaan loop, is als de klas heel erg druk is en je bent met veel leerlingen en je moet je aandacht verdelen over iedereen en je wilt toch zorgen dat alles wat je doet, dat het past bij elke individuele leerling. Ja, precies. Ja, daarom ben ik ook eigenlijk van mening dat klassen waarin zeker meerdere leerlingen zitten met of een leer of een andere soort dysfunctie of aandoening, dat die klassen gewoon niet te groot moeten zijn. Ja. Dus als je die klassen te groot maakt, dan kan het gewoon niet meer mogelijk zijn om iedereen te focussen. Ja, want elke leerling met een eigen leer- of gedragsprobleem die heeft ook in zijn eigen niets. Ja, precies. En ruimte nodig. En het vervelende is aan zeker drukke leerlingen, die blijven elkaar op een gegeven moment drukker maken. Ja. Dus als je te veel drukke leerlingen in één klas hebt, dan is de kans dat je ze echt rustig krijgt ook wat kleiner dan wanneer je maar maximaal 3 drukke leerlingen in de klas hebt. En wat denken jullie van het combineren van verschillende stoornissen in één klas? Bijvoorbeeld de hoogbegaafde leerlingen met de leerlingen met ADHD. Dus dan kan je elkaar versterken. De ene in sociale contacten, de andere in gedrag. Want die wordt waarschijnlijk rustig. Want jij zegt net druk en druk maakt nog drukker. En druk en rustig maakt hopelijk rustiger. Een soort medium. Dat is wel. Voor de leerlingen is dat natuurlijk oké, maar als docent is het natuurlijk wel een uitdaging, omdat je steeds... Je hebt verschillende leerlingen met verschillende behoeften, snap je wat ik bedoel? Dus dan moet je, bij elke leerling moet je weten, hoe moet ik daarmee omgaan en hoe moet ik daarmee omgaan? Dus dat gaat wel heel veel energie en tijd kosten. Ja, maar ik denk zeker met het combineren met groepjes, dat is iets wat we nu ook al toepassen, denk ik. Ja, precies. Homogene groepen voor de ene opdracht, heterogene groepen voor de andere opdracht. Ja. Maar besef wel, dat is de ideale wereld. Ik bedoel, als we het hebben over de ideale wereld, ja, dan is het toch, weet je, dat je die groepjes combineert en dat alles prima verloopt in je klas en alles super smooth, maar dat is eigenlijk niet de werkelijkheid. Ja. Krijgen jullie op je school genoeg ruimte om passend onderwijs ook echt daadwerkelijk toe te voegen? Ze hadden bij ons een soort van systeem, dat heet het X- en het Y-systeem. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Dan één klas wordt zeg maar opgedeeld in 3 verschillende groepen. Ja, in principe zou dat werken als je een klas hebt van 30 leerlingen. Want dan worden er, zeg maar, heb je 3 verschillende groepen van 10 leerlingen. Maar wat die school uiteindelijk heeft gedaan, was klassen van 90 leerlingen maken. Dus dan heb je alsnog niets aan die kleine groepjes. Nee. Dus dat hele X- en Y-systeem. X staat dan voor 4 groepen en Y voor 3 groepen. Ja. Het is op zich een heel goed idee, maar het werkt niet als je te veel leerlingen aanneemt. En dat is wat jij ook al zei, van kleine groepjes.
En geen grote groep van 90 en die delen door 4 of 3. Want dan zit je alsnog met... Ja. Nou, wat ik heb op mijn school waar ik nu zit, hebben wij GPL-klassen. Dat zijn inderdaad leerlingen die hebben dyslexie of een ander soort stoornis. En die zitten dan ook maximaal 15 leerlingen in een klas, zodat daar gewoon echt tijd voor genomen kan worden. Ja. Ze hebben ook allemaal een laptopje met speciale software. En dat werkt ook niet als je die bij een normale klas zet. Ja, die moeten dan weer op de laptop, die weer niet. Dan ben je zoveel tijd kwijt voordat iedereen eindelijk aan zijn eigen werk is, dat de les alweer bijna voorbij is. En dan werken die GPL, gespecialiseerde leerklassen, die helpen echt allebei. En denk jij dat je genoeg opgeleid bent om die GPO-klassen daadwerkelijk goed les te kunnen geven? Nou, zij hebben zelf van echt de dyslexiecoach en dat soort mensen komen 1 keer per week. Hebben ze dan 2 uur workshop, heet dat. En dan gaan ze echt met mensen die daar gespecialiseerd in zijn en daar opleiding hebben gehad. En maar het vak Engels krijgen ze dan wel gewoon van mij de normale Engelse les. Maar wel dat ik weet wat voor programma het is. Want ze hebben ook bijvoorbeeld 5 hoogtes van de software die ze gebruiken. En de ene leerling zit in niveau 2, de andere in niveau 4. Ja. Maar dat kan ik ook heel makkelijk in de computer. Heb ik een overzichtje zo van wie waar zit. Ja. Dus het passend onderwijs wordt geboden op jouw school. Dus de leerling blijft gewoon op jouw school. Wordt hoogstens van een reguliere klas naar de GPL-klas gebracht. Ja. Maar gaat dus niet uiteindelijk naar speciaal onderwijs. Nee. Dat wij krijgen dan wel een workshop wat de reguliere klas niet krijgt. Normale HAVO gaat niet een workshop doen van 2 uur, maar zij wel. En die workshop houdt er gewoon in dat ze de tijd hebben om hun opdracht verder te maken. En er zit altijd 1 docent in de klas waar ze vragen dan kunnen stellen. Ja, dat is wel fijn. Ik vind dat echt heel goed. Ik denk ook wel dat elke middelbare school wat meer daarom ook even investeren of zo. Want bijvoorbeeld waar ik stage loop, daar is bijna geen... Er is wel een zorgteam zoals elke school. Er zijn genoeg kinderen met leer- en gedragsproblemen. Er is ook wel passend onderwijs, maar er wordt niet... De leraren of de docenten die zijn niet zo bekwaam dat zij weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik heb bijvoorbeeld nu geluk dat ik deze minor volg en dat ik daardoor dingen heb geleerd en goede theorie heb kunnen vinden die mij daarbij kan helpen. Maar er zijn genoeg docenten, collega's van mij die dat niet hebben gedaan. En ik denk dat ze daar wel echt meer in kunnen investeren. Of zo. Ja. Maar wat ik me nou afvraag is dat passend onderwijs is sowieso heel erg, dat is heel erg nu, dat is heel erg aanwezig. Maar ik heb nooit, zeg maar, voordat ik ergens begon op een stageschool, ondersteuning gehad of in ieder geval een soort van begeleiding of hoe pakken wij passend onderwijs aan op deze school. Ik denk dat er ook te weinig aandacht wordt besteed aan passend onderwijs. Dat het eigenlijk voor iedereen een soort van zelfsprekend moet zijn dat je alle diverse leerlingen met een passende aanpak, zeg maar, benadert. Maar je wordt er niet in opgeleid. Precies, dus als we geen les zouden krijgen in passend onderwijs, of als we deze minor niet hadden gehad, weet je, dan zit je ook een beetje met je handen in het haar. Ja, ik vind dat ook een kwalijke zaak. Ik weet niet of dat vanuit de overheid is, wat eigenlijk passend onderwijs heeft opgelegd na het wegnemen van het rugzakje, dus het persoonsgebonden budget. Maar het is gewoon nodig om docenten verder op te leiden, maar daarnaast heb je de werkdruk, waardoor docenten zeggen, moet ik weer op cursus om iets te leren. Precies. En eigenlijk uiteindelijk is de leerling de dupe, want die wordt gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Van regulier onderwijs naar je gaat hier maar even zitten wachten totdat we iets bedacht hebben, kom thuis te zitten of eindigt op het speciaal onderwijs. Mag hopen dat ik na 2 jaar weer in het regulier onderwijs is. Ja. Nee, dat vind ik heel slecht. En maar ik vind dat het wel gewoon moet. Ja, vooral als docent voor kinderen. Ik kan wel zeggen, weer een cursus, maar ik denk dat het gewoon wel belangrijk is nu vooral. Ja, maar je hebt ook 2 verschillende typen docenten. De een staat open voor nieuwe dingen leren en de ander heeft zoiets van inderdaad, moet ik nou weer op cursus? Ja, ik heb bijvoorbeeld ook 1 docent bij mij op school die echt al die regeltjes en richtlijnen en alles maar een beetje debiel vindt. Want die heeft zoiets van, hallo, ze in het normale leven hierna op werken, krijgen ze ook niet een vergrootblad, krijgen ze ook niet extra tijd voor opdrachten. Dus ik wil dat helemaal niet, of je nou dyslexisch bent, Die heeft zoiets van, tuurlijk, een beetje hulp is wel te doen. Maar je moet ook niet die leerlingen helemaal de watten gaan leggen en overal mee helpen. Want als ze dan eindelijk van school af zijn, dan is die zelfstandigheid. Maar ben je het daarmee eens? Nou, op sommige punten ergens wel. Ergens. Bijvoorbeeld dat die regel hadden, we doen onderzoek naar dyslexie. Mm-hmm. Dat er een regel is dat de leerlingen van dyslexie niet onder een 4 kunnen krijgen. Nou, dat vind ik eigenlijk iets wat, dat vind ik heel oneerlijk. Want zo'n kind kan ook totaal niet leren. En die kan ook gewoon, dat vind ik dan, dat zijn van die regels dat je denkt, op je werk zeggen ze ook niet, je hebt dyslexie. Nou, dan is dit, doen wij dit wel voor jou. Ik ben zelf ook wel heel erg voor zelfstandigheid en zeker voor de ontwikkeling van een leerling. Maar om dan bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen van een cijfer niet lager dan 4 geven, dan zeg ik eigenlijk van waarom niet?
Want ik vind dat... Ja, maar dan moet iedereen dat toch? Ja. Ja, zeg maar, bij ons is de regel, eerstejaars kunnen niet lager krijgen dan een 3. Maar dat is niet of je dyslexie hebt, autisme, PDNOS, MCD. In het eerste jaar hou je niet lager dan een 3. Ja. Punt. Ja. Iedereen is daarin gelijk. En dat dan de dyslect een vergroting mag, dat is dan zijn voordeel. Ja. Ja, ik vind het wel moeilijk. Maar ik zou inderdaad, als je zoiets zou zeggen van, nou ja, we doen niet lager dan een 4 geven, iedereen daarin bij betrekken. Ja, ja, zodat dat echt zorgt voor motivatie. Want ik heb dat zelf ook. Als ik bijvoorbeeld een 1 zou halen voor een toets, dan denk ik, wow, weet je, ik ben nog heel ver weg. Maar op het moment dat je een 5,2 haalt of zo, dan denk je van, nou, ik zit toch dichtbij. Ja, ik ben er bijna. Ja, precies. Ja, ik vind... Iedere docent moet passend onderwijs willen bieden. Ja. En ik vind wel dat je daar je eigen manier in mag vinden. Ja. Maar het is altijd belangrijk om het belang van het kind in te blijven zien. Ja, en niet van het overkoepelende plaatje onderwijs. Ja. En dat vind ik ook heel belangrijk. Je moet wel opletten naar wat ik net ook al een beetje zei. Je moet uitkijken dat je niet een generatie en een soort watjes gaat creëren. Nee, dat al die leerlingen nooit meer wat te horen kunnen krijgen. Iets wat ze fouten. Want ze worden altijd maar de hemel ingeprezen. En dat werkt echt niet, want dan wordt die klap alleen maar harder als ze de echte wereld inkomen. Ja. En blijf gewoon op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, precies. En wil zelf ook nog leren of zo. Ja. Geeft dat ook dan niet op of zo. Ja, en ik zelf ga ook heel vaak met de dyslexiecoach dat soort mensen praten. Gewoon, hey, joh, heb jij nog iets nieuws? Heb je nog tips voor mij op dat? Of ik heb deze leerling, weet jij hoe je daarmee om moet gaan? Weet je dat je zelf gaat bedenken, nou, ik denk dat ik dit wel ga doen. Ja, vraag het een specialist of iemand die er al mee gewerkt heeft. Als je 30 jaar les geeft, word je dan zo'n docent die al 30 jaar hetzelfde riedeltje doet, of blijven jullie meegaan? Dat vind ik wel echt een hele goeie. Nou, ik denk hoop dat niet. Nee, ik hoop het ook niet. Ik denk wel dat het heel lastig is. En ik denk inderdaad dat het blijven ontwikkelen, dat dat echt een hele grote rol speelt. En blijf je zelf ook verrassen of zo, blijf je zelf uitdagen of zo. Ja. Maar ik denk dat ik ook wel zou willen blijven leren. Ik denk niet dat ik dat ik als ik 20 jaar lesgeef denk, nou, ik weet genoeg en ben nu 40 genoeg. Nee. Ik denk dat ik dat niet zou hebben, want ik ben wel leergierig en ik wil ook wel echt meer weten. Ik hoop echt dat ik een docent word waarvan de leerlingen echt zeggen, hier heb ik iets aan. Ja, inspiratiebron. 30 jaar nog. Ja, precies. Dat er gewoon een hele generatie met allemaal mensen, weet je, dat je moeders tegenkomt in de supermarkt, die dan weer de kleinkinderen bij jou in de klas hebben, weet je, dat je allemaal les hebt gegeven. En dat iedereen zegt, mevrouw de Jong of mevrouw, weet je, gewoon dat was mijn held. Ja, inderdaad. Ik denk ook dat je gewoon heel veel aan elkaar blijft hebben. Als je gewoon contact houdt onderling met je collega's of met vrienden of vriendinnen die ook docent zijn. Dat je, als je het even niet meer ziet zitten of je hebt geen inspiratie meer voor creativiteit, weet je, dat je toch met elkaar kan helpen. Want het is denk ik niet de makkelijkste baan. Nee, maar ik denk, we hebben met z'n allen ook wel echt beslist deze opleiding gekozen. En niet met van, nou, ik weet niet wat ik moet doen, dus ik ga dit maar doen. Nee, omdat het je echt achter je passie moet leren. En die blijft denk ik ook wel doorgaan. Ja, of je moet op de verkeerde school terechtkomen waar je het echt niet naar je zin hebt. Maar dan moet je ook besluiten van, nou, ik moet een andere school zoeken, want het past niet bij mij. Dat is mijn vorige stage, ik zou er nooit meer naar terug gaan. Het paste gewoon niet bij mij. Ja, dan werkt de school niet. Dan heb je het niet naar je zin. Maar goed, even terug naar passend onderwijs. Het was voor of tegen, was de vraag, toch? Ja. Goed of niet goed? Goed of niet goed. Iemand misschien een idee over wat er beter kan? Passend onderwijs? Nee, ik zou vooral in de groepen dan, wat ik al eerder zei, de groepen niet te groot maken. Dat is wat ik heel erg tegenaan loop, merk ik. Ja. En ik denk ook gewoon de docenten blijven opleiden of informeren. Ja. Het passend onderwijs naar de leerling en de leerling niet naar het passend onderwijs. Juist, dat vind ik een mooie afsluiter. Ja. Hebben jullie het gehoord, dames en heren? Doei! Dag! Fijne dag verder! Dat hebben jullie erg duidelijk uitgelegd, dames. Hebben jullie soms nog één ding te zeggen?